Hier is Wendy. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke tutorial. Deze ga ik ook maken. Daar komt aan het eind van dit filmpje komt daar een link van. Dit is een armbandje in jasmijnsteek. En nu laat ik dit armbandje zien. Het is voor Koningsdag een leuk oranje armbandje. Je kan het voor jezelf haken, voor je kinderen haken. Of misschien wel als leuk verkooparmbandje op de markt. Het is heel makkelijk te haken. Het kost ongeveer 1/6 van een bolletje katoen. Dus het is ook zo gehaakt. Erg leuk voor kinderen ook om te leren. Ik ga het heel langzaam voordoen, zodat ook mensen die nog niet zo goed kunnen haken of kinderen dit zelf kunnen maken. Dus voor degenen die heel ervaren zijn, sorry, het gaat wat langzaam. Maar je kan het altijd wat sneller doorspoelen en dan kijken hoe het patroontje werkt. Heel veel succes alvast met het tutorial en ik ga even zeggen wat je ervoor nodig hebt. En ik kom zometeen terug met de instructies. Je hebt een meetlintje nodig, want je moet de afstand weten voor je armband. Je hebt leuke knoopjes nodig, dat kunnen kleinere knoopjes zijn of wat grotere knoopjes. Is in verschillende winkeltjes te koop. Je hebt een naald nodig met een groot oog, dat noemen ze een soort borduurnaald, om het draad weg te werken. En natuurlijk een schaartje heb je nodig. Wat moeten we doen? We gaan deze armband haken en je hebt ongeveer 16 centimeter, nou ja, 17 hier zie ik, 17 centimeter nodig die je in de hoogte gaat werken. En daarna komt er door de afrand, afwerkrand komt er nog een kleine beetje bij. En de knoopsgat gaan we ook zelf maken. En wat ik gedaan heb, is de afstand genomen, degene voor wie ik het gehaakt heb, was 16 centimeter rond. Dus dat was strak gemaakt, zeg maar, tot en met hier. Ik heb gezorgd dat ik ongeveer 3 centimeter extra gehaakt heb voor overlap, noem je dat. Dus dat hij, als je hem aan hebt, het kindje, dat hij dan overlap heeft, zodat je dat knoopje kon maken en hem dicht kon maken. En dit zit echt heel erg mooi. Het is katoen, dus het zweet niet. Als het wat warmer wordt op Koningsdag, is het niet zo erg zweterig. Het is mooi breed. Ik had laten zien door degene voor wie ik het maakte, dit smallere armbandje met een bloemetje, waarvan ik dacht dat ze die mooier ging vinden. Of gewoon de vaste die we hier gehaakt hebben. En dat het wat breder was. En de voorkeur ging naar deze brede uit. Vond ik wel grappig, want ik had echt verwacht dat dat bloemetje het wel zou doen. Maar ze vond gewoon dat die zo breed is, lekker opvalt, leuke knoop erop. Dat vond ze helemaal geweldig. Dus we gaan deze haken en die komt straks pas aan beurt. De link althans, daar heb ik een ander filmpje voor. Wat gaan we doen? Ik ga hem hier laten liggen. We gaan beginnen met 6 lossen. En wat ik zei, ik wil ook graag dat kindjes het kunnen haken. Dus ik ga hem langzaam voordoen. Ik leg hem toch maar even aan de zijkant, zodat je goed kan zien wat ik aan het doen ben. Ik zal hem ietsje groter zetten. Zo. We gaan beginnen met een opzetlus. En een opzetlus is het begin van het werkje. Degene die kunnen vingerhaken weten dat je altijd een lusje moet beginnen om te kunnen vingerhaken. Nou, eigenlijk met haken is het precies hetzelfde. We gaan hem 2 keer om de vinger heen slaan. Dus 1 en 2. Doe je het achterste draadje over het voorste draadje, maar je laat hem liggen. Achterste draadje over het voorste draadje over je vinger heen. Dan heb je dus dit vast. Laat het los. Trek hem aan. En je hebt een opzetlus gemaakt. Dan gaan we doen om je haaknaald. Oh, ik werk trouwens met katoengaren, wat eigenlijk op 3,5 gehaakt moet worden. En om het iets luchtiger te doen, heb ik hem op 4. Dus dat is weer even extra informatie. We gaan losse haken en dat gaan we doen door deze ietsje groter te maken, dat je een losse hebt, noem ik het altijd. Dan ga je om het draad heen, zodat je het draadje mee kan nemen onder het lusje door. Dat is een losse. Je maakt hem weer ietsje ruimer, een losse. Gaat een draad halen. Draad halen bedoel ik dat je je haaknaald zo om het draadje heen doet. Hou hier je draad, je steek vast, je losse die je net gemaakt hebt. En je haaknaald door het lusje heen is je tweede losse. En je ziet dat ik gelijk weer omhoog trek, zodat je een losse hebt. Verschuif je vinger weer, dat je hem vasthoudt. Je gaat draad halen. Zo noem ik dat. Dus als je onder het draadje gaat draad halen. Dus voortaan heb ik het over draad halen. En dat draad door je lusje heen.
een losse maken. Opschuiven met je vinger zodat je hem vast kan houden. Draadje halen, door de losse heen. Losse maken. Vasthouden, om het draadje heen. En we gaan nu tellen hoeveel we er hebben. En hoe kan je tellen? Nou, als je goed kijkt, zie je dat elk steekje hier een soort veetje heeft. Dat is 1, 2, 3, 4 en 5. We moeten er nog eentje maken, want ik wil graag 6 lossen. Dan krijg je die brede armband van. Vind je dit te breed uiteindelijk? Dat je zegt, nou, ik wil hem liever ietsje smaller, of het is bijvoorbeeld voor een heel klein kindje. Dan doe je in plaats van 6 lossen, 5 lossen, 4 lossen of ja, 3 lossen wordt wel heel smal. Ik denk dat 3 lossen dan het smalste is wat mooi blijft, zeg maar. Nou, we hadden 1, 2, 3, 4, 5. Had ik er geen 6 op gezet? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ik ga er nog eentje op zetten. Is 6. Dan gaan we vaste maken. En deze eerste veetje is je eerste steek. Die slaan we over. We gaan 1, 2, 3, 4, 5. In deze steek, dit kleine draadje. Even kijken, die scherpste. Ik ga zetten hem ietsje groter, zodat hij wat beter kan scherpstellen. Want hij zit nu te ver. Ja, daar is die. Dus we gaan 1, 2, 3, 4, 5. Dat is dit kleine steekje. Gaan we onder het draadje door. En je draad ga je er doorheen halen. Heb je er 2 op je haaknaald. Gaan we draad halen. En dan door die 2 heen. Dat noem je een vaste. Dus we hadden net een lusje maken en dan een draadje door is een losse. En nu gaan we in deze losse die we net gemaakt hebben, dit stukje, ga je insteken. Draad halen. Heb je er 2 op je haaknaald. Ga je draad halen en dan doe je hem door 2. Dat is een vaste. Dus dan zie je hier weer het volgende draadje. Draad halen. Heb je er 2 op je haaknaald. Draad halen. Door 2. Is je derde vaste. Ik ga zometeen sneller om, maar dit is voor degenen die echt niet kunnen haken. En het ook leuk vinden om te haken. Dus daarom gaat het ietsje langzamer. In deze steek insteken. Dat is je vierde steek. Hebben we er 2 op de haaknaald. Draad halen. Er doorheen. Is een vaste. De laatste, zie je dat rare krakelingetje, zeg maar. Ga je alsnog door dit draadje draad halen. 2 op je haaknaald. Er doorheen is weer een vaste. En nu kan je tellen. Kijk. 1 veetje. 2 veetje. 3. 4. En hier op het hoek zit een heel kleintje. Dat is 5. Dus je hebt 5 steken gehaakt. Dat klopt dan als je met mij meehaakt. Gaan we een losse maken. Dus trek hem weer ietsje omhoog. Een losse. Om, hou het weer hier vast. Om je haaknaald de draad te halen er doorheen. En dit noemen we aan de zijkant. Als je hem aan de zijkant maakt, een keerlosse. Want dan kan je je werkje draaien. Zo. Dus nu zit je draadje aan de rechterkant. En dan heb je een keerlosse gemaakt, zodat je gaat draaien. Je gaat 1 rij omhoog en je kan nu weer verder. En bij dit werkje gaan we in de eerste steek, dat zie je hier meteen, dat ruimte die hier zit. Dat is je eerste steek. Steek daarin, draai je haaknaald om en dan moeten er 2 draadjes op je haaknaald zitten. Heb jij er maar 1, ik ga hem even uithalen. Heb jij er maar 1, kijk dan even hier achter je werkje. Want dan zie je dat tweede draadje ook zitten. Die moet je er even bij pakken. Want dan krijg je een mooi geheel. Dan ga je draadje halen. Onder die 2 draadjes door. Heb je er weer 2. En je gaat weer je vaste maken. Dus nog een keer. Hier zie je dat je in kan steken. Je ziet hier dat draadje lopen. Je ziet hier dat steekje, zeg maar. Daar kan je insteken. Dan heb je er 2 op je haaknaald. 2 draadjes. Draad halen door 2. Dat is je tweede vaste. Dan gaan we de derde. Hier zie je die ruimte van de steek. Daar ga je in. Dat is je vaste. Dan heb je 2 draadjes op de haaknaald erbij. Draad halen onder de 2 draadjes door. Dan heb je er weer 2 op je haaknaald. Nu ga je draad halen en dan door die 2 heen.
volgende steek. Hier zie je dat draadje. Hier zie je ruimte van de steek. Daar ga je in. Heb je 2 op je haaknaald. Draad halen er onderdoor zodat je een nieuwe steek kan maken. Draad halen. Een vaste. En de laatste steek is een beetje moeilijk te zien omdat hij wat kleiner is en aan het begin. Dat is alleen bij de eerste steek zo. Maar je ziet hier duidelijk dat V'tje. Dat is je laatste steek. Dus zorg dat je haaknaald onder de 2 steken gaat. Wat we net ook gedaan hebben. Draad halen. 2 op je haaknaald. Draad halen. Je vaste gemaakt. Nu ga ik het wat sneller doen. Een losse. Draaien. In de eerste steek zie je weer die ruimte. Onder 2 draadjes door. Draad halen. Je vaste. Volgende steek. Draad halen. Draad halen door 2 is je tweede vaste. In de steek draad halen. Nog een keer draad halen. Vaste. Onder de steek draad halen. Weer draad halen. Vaste. Onder de steek. Kijk, en hier is de steek makkelijker te zien, die laatste. Hè? Omdat het nu al een vierkante werkje wordt, zeg maar. En een laatste vaste. Iets losser maken. Keer lossen. Draaien. En deze, ik ga hem nog 1 keer voordoen en die ga je herhalen tot je ongeveer 16 à 17 centimeter gehaakt hebt. Dus insteken, draad halen en een vaste. Insteken, draad halen, 2 op je haaknaald. Draad halen, zei ik net niet, maar draad halen er doorheen. Insteken, draad halen, staan er 2, draad halen er doorheen. Is je derde vaste. Insteken, draad halen, 2 op je haaknaald, draad halen, door 2 is je vierde vaste. Op het hoekje, onder de 2 draadjes door, draad halen, 2 op je haaknaald, draad halen, door 2. Dit ga je dus herhalen tot je 16 à 17 centimeter hebt gehaakt. En het ziet er zo uit. Als je dan zoveel gehaakt heb, ik heb hem alvast voorgehaakt, zodat het filmpje niet al te lang duurt met 17 centimeter haken. Check dan eventjes, ik ga hem eventjes erbij houden, dat je van begin tot eind, dus we beginnen hier met 0, tot hier ongeveer 16 à 17 centimeter. Want ik denk dat de meeste kindjes 16 centimeter zeker gaan passen. En er komt zometeen nog een aantal centimeters bij. Want zoals je ziet, er komt nog een randje omheen. Dus als je geen randje eromheen doet, moet je zorgen dat je ietsje langer haakt. Dat is dan wel even een tip. Maar kijk, ik heb hier ook tot ongeveer 16,5 gehaakt. Dan krijgen we nog het oog wat we erop maken. Dat oog is ook weer ruimte. Dat is ook bijna 3 centimeter. Dus vandaar dat je uiteindelijk dan op 20, 21 centimeter komt. Dat is 16 centimeter voor de pols en 5 centimeter extra, zodat je een om kan slaan. Dus ik heb nu 16 centimeter gehaakt. Dit wordt er dus een iets kleiner armbandje. Voor ongeveer 15,5 centimeter pols. Maar dan hebben jullie een idee wat je ongeveer kan doen. Als je zover gekomen bent dat die dus om je arm past, gaan we lossen maken. Oh, en ik zal het even wat langzamer doen. We gaan lossen maken. Dus we gaan, je kan hem ook even eerst zo doen. We zijn hier gebleven. Gaan we 1 en maak weer een losse los, hè? Dus trek hem omhoog. 2, trek hem omhoog, draad halen. 3, trek hem omhoog, draad halen. 4, trek hem iets omhoog, draad halen. 5. 5 heb ik gedaan. Maar dat ligt wel aan het knoopje. Ik had een groter knoopje. Stel voor dat ik een iets kleiner knoopje heb, doe je maar 4 lossen. Maar omdat ik een groter knoopje heb, en het knoopje bij mij is 1,5 centimeter ongeveer. Ja, bijna 2. Dus daarom heb ik 5 gedaan, omdat die dan er mooi omheen past. Dus zorg dat je dan aan je knoopje, als je dus dat knoopje net als ik zo groot heb ongeveer, doe je 5. Heb je een kleine knoopje, doe je er 4. Je draait je werk en je maakt hem hier vast aan dat laatste steekje.
Met een halve vaste. En een halve vaste doe je er doorheen halen en door de steek heen halen. Dat heet weer een halve vaste. Dus dan heb je het knoopsgaatje gemaakt. En dan gaan we nog een andere steek aanleren en dat is namelijk een half stokje. En een half stokje maken we als volgt. Je trekt de draad iets omhoog. Oh, we gaan eerst een losse trouwens maken. Sorry, want we moeten natuurlijk ruimte creëren dat we een volgende toer maken. Dus we maken eerst een losse. Dan doe je het draad om je haaknaald heen. Je gaat insteken en hier is het een beetje moeilijk om te zien, maar je gaat gewoon om de steek heen waar je die gaatjes ziet. Hier zie je elke keer die gaatjes. Daaromheen gaan we haken een half stokje. En die maak je als volgt. Dus een omslag om je draad heen voordat je insteekt. Je steekt hem in dat gat van de steek die hier aan de zijkant zit. Je steekt erin en je hebt er drie op je haaknaald. En dan ga je dat draad door alle drie heen haken. En omdat dit een hoekje is, maken we er hier nog twee in diezelfde steek. Dus we gaan draad halen, er doorheen is drie. Er doorheen. Ik ga hem nog één keer heel rustig voordoen. Ogenblikje. Een beetje draad pakken. Om je draad heen. In diezelfde steek waar je net ook was. Want we gaan er drie in het hoekje maken. Je hebt er drie op je haaknaald. Draad halen. Door alle drie. Nu hebben we drie steken hierin gemaakt. En je ziet dat je dan dat mooie ronde hoekje krijgt. Dan zien we hier elke keer. Kijk. Hier zit een gat van je steek. Hier zit een gat van je steek. Hier zit een gat van de steek. Daar gaan we die halve stokjes in maken. Dus om draad heen, insteken in dat gat van de volgende steek, heb je er drie op je haaknaald, draad halen, er doorheen. Dus in deze ene filmpje heb je nu al vier steken geleerd. Een losse, een vaste, een halve vaste en nu een half stokje. En dat is dus om je haaknaald, in de steek en we gaan door drie. Ga ik even wat sneller. Als je wat meer tijd nodig hebt om deze te leren, spoel dan even een klein stukje terug, zodat je weer de rustige uitleg hebt. Maar anders gaat het filmpje heel erg lang duren. Dus ik doe hem even nu een beetje doorhaken. Even een beetje wol pakken, want hij wil niet meewerken, de wol. Dus dan gaan we de volgende steek halve stokje, nog een half stokje. Nog een half stokje. Nog een half stokje. Je ziet dat ik elke keer in de ruimte van de volgende steek pak ik een half stokje erdoorheen. Of maak ik een half stokje erdoorheen. En daar krijg je die aparte rand van, kijk, om je armband. Die maakt het, vind ik, echt helemaal af. Je kan het natuurlijk ook zonder rand doen. Dan heb je gewoon een brede armband. Is ook mooi. Maar ik vind dat deze het net even wat meer afwerkt. Dat je echt een armband krijgt. Je zou er ook bijvoorbeeld nog kraaltjes op kunnen rijgen. Je kan er nog bedeltjes aan hangen. Zo zie je dat dit is de basis. En je kan nog zoveel meer ermee maken. Als je bijvoorbeeld kleine bedeltjes hebt, zou je die nog in het midden even kunnen vastmaken met een draadje. Dat je een soort bedelarmbandje maakt voor kindjes, voor de Koninginnenmarkt. Of voor de Koningsdag bedoel ik. Het zit er nog steeds in, hè, Koninginnenmarkt. Ja. Nou, dan zijn we hier op het hoekje. En wat we net gedaan hebben op het hoekje, is weer drie in dezelfde steek. Dus je ziet hier dat het hoekje is. Dus dan ga je eerst één. Nog een keer in dezelfde steek is twee. Nog een keer in dezelfde steek is 3. En wat krijg je dan als je de 3 gedaan hebt? Dan ga je mooi eigenlijk het hoekje om. En dan kan je weer verder. Dan zie je weer hier die ruimte. Maken we ook een half stokje. Hier gaat er weer gewoon allemaal 1 in. En dan hier ook 1 in. En dan zien we hier op het hoekje. Zien we weer de volgende steek. Even dat draadje vasthouden.
En dan gaan we ook in deze steek 3 stokjes maken, halve stokjes. Dus dat is 1 en dat is 2. En ik ga laten zien wat ik ondertussen doe. Ik heb het draad even aan de zijkant gehouden, zodat ik er geen last van heb. 2. En nu gaan we hier kijken. Kijk, dit draadje kunnen we gelijk wegwerken. Als je dat hier zo op het werkje legt en je maakt dan je halve stokje en je gaat om die 2 draadjes heen, kijk, werk je gelijk het draadje achter je steken weg en hoef je dat niet meer weg te werken met een naald. Dat scheelt weer. Hier zie je de volgende steken liggen. Ook in die ruimtes gaan we weer insteken en je ziet dat draadje laat ik hier liggen, insteken en een half stokje maken. Volgende steek zorg ik weer dat het draadje erop ligt. Ik ga in deze steek half stokje maken en mijn draadje werk ik ondertussen weg. Omslag in de volgende steek. En als die al een paar steken mee is gegaan, blijft die automatisch erop liggen. En dan hebben we nog 1 steek. Kijk, daar gaat hij mooi mee. En ik doe hem dan zelf, laat ik hem gewoon meegaan als dat gebeurt. Want dan heb je het draadje helemaal weggewerkt en heb je er geen last meer van. Kijk, hele draadje mooi weg. En dan ga je naar het einde toe. Ook weer met allemaal halve stokjes. En ik doe hem even wat sneller, want dan laat ik nog even zien hoe we het knoopsgat maken. Ik denk als je op een gegeven moment gewend bent aan hoe je dit armbandje maakt, dat je in een kwartiertje heb je een armbandje gemaakt. Dus omdat het nu nog begin april is en je zou bijvoorbeeld voor een marktje willen maken, kan je nog genoeg armbandjes haken voor de Koningsdag om te verkopen of weg te geven of voor kinderen, kleinkinderen. En je kan hem natuurlijk ook in andere kleuren maken. Je kan hem ook in rood, wit, blauw maken. Ik zal kijken of ik die kleuren in huis heb. Dan zal ik er ook een tutorial van maken. Mocht ik die tutorial maken, dan vind je dat ook weer aan het eind van dit filmpje. De jasmijnsteek zal ik ook een link plaatsen van rood, wit, blauw. Ik denk namelijk dat ik het niet in huis heb. Ik weet niet of ik op tijd ben om het te halen, dat jullie het alsnog kunnen zien. Dus daar kom ik nog even op terug. Als jullie, je kan altijd even kijken op mijn YouTube kanaal Wendy Rademaker. En daar vind je afspeellijsten terug voor alles wat ik maak. En daar, als dit een van de laatste tutorials is, vind je die sowieso al terug. Nou, dan zijn we hier aangekomen bij dit hoekje. Dit is je laatste steek voordat de knoopsgat er is. Ook daar maak je 3 halve stokjes in. 1. 2 en 3. En waarom doen we dat? Zodat je ook hier dat mooie bochtje krijgt naar binnen toe en dat het niet gaat trekken. Dan heb je hier dat knoopsgat. Ook die gaan we helemaal opvullen met halve stokjes. Want dan, kijk, dan krijg je dat je een mooi rondje hebt die over je armband heen valt. Dus wat doe je? Je gaat gewoon beginnen. Ik kan niet zeggen het moet zoveel steken of zoveel steken zijn. Wat ik doe is, en mijn draadje is echt een beetje eigenwijs vandaag, is gewoon beginnen met halve stokjes maken. Dus ik heb er nu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijk, ik heb er nu 7 gemaakt. Maar ik vind dat die nog wat voller kan, want ik heb hier nog ruimte over. Zeg je nou, ik wil gewoon een rustige knoopsgat, dan is dit eigenlijk al genoeg. Maar als, zoals je ziet wat ik hier gedaan heb, ik wil gewoon dat die mooi een strak rondje heeft. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het opgeschoven. Dus ik had er nu 7. Kijk, opgeschoven. En ik ga dan gewoon weer verder. 8. 9. 10. 11 en 12. En dan kijk ik eventjes van, vind ik het al genoeg? Kijk, en ik vind dat die al aardig begint wat te worden. Maar ik doe hem nog een klein stukje opschuiven. Ik wil er nog 3 in hebben. 12,
13. Nee, 2 worden het er nog maar. Nu vind ik dat het wel genoeg is, want anders ga je proppen. Dat is ook weer niet mooi. Kijk, nu zit hij mooi strak, vind ik. En dan doe ik hem. Hier zie je de beginsteek waar je begonnen bent. Dan ga ik weer een halve vaste maken. Dus ik doe hem eraan. Of doorheen, sorry. Er doorheen. Draad halen. En dan je... Oh. Er doorheen, want ik zat met een extra draadje, zag je het? En dan door die steek heen. Dus dat is een halve vaste. Daar doe ik nog een losse bovenop. Die trek ik aan. En dan knip ik hem af. Een paar centimeter, zodat je die draad mooi weg kan werken. En dan doe ik hem er doorheen. Beetje in orde brengen. En kijk. Een nieuwe armband gemaakt. En ik ga eens kijken hoeveel centimeter die geworden is uiteindelijk. Ik had 16 centimeter gehaakt. En hij is nu 19,5 centimeter geworden. Dus ietsje kleiner als de andere. En zo kan je dan dus met zelf dat je de ene keer 16 centimeter haakt, dan 17 centimeter, 18, 19, 20. Zodat je weet dat je voor alle kindjes met verschillende polsen, want niet iedereen heeft dezelfde pols, maar voor hele kleine kindjes zou ik uitgaan van dat dit ongeveer wel genoeg is, 19 centimeter. Want dan ga je de knoop nog maken. Nou, die knoop kan je dan ook weer afstellen of je hem helemaal aan het begin maakt. Maar ik heb hem dan ietsje overlapping. En dan paste die. Nou, moet je kijken, wat een klein polsje. Dit is echt voor een kleiner kindje, dat die ook past. Dus daar kan je ook nog mee afstellen dat je zegt van, nou, ik heb veel te veel gehaakt. Doe je hem gewoon wat meer overlappen. En dan is hij alsnog mooi op maat te maken. Nou, heel veel succes. Zorg dat je met een draadje dit mooi weg kan werken. Dat je door de steken heen je draad wegwerkt. Ik heb daar ook een filmpje van. Kijk dan even op Wendy Rademaker draad wegwerken. Daar heb ik een tutorial van. Voor deze tutorial zorg dat je een mooie knoop hebt. En die doe je met garen even, nou ja, dat is niet zo moeilijk hè. Gewoon door het knoopsgaatjes heen vastmaken. En dan heb je een mooie armband voor Koningsdag gemaakt. Bedankt voor het kijken. En hier komt nog de link voor de armband in jasmijnsteek. En laten we afspreken. Ik ga kijken of ik de wol heb in rood, wit, blauw. En als ik dat heb, komt de link te staan bij de jasmijnsteek. Dus als je rood, wit, blauw ook wil zien, kijk dan even bij de jasmijnsteek of het gelukt is dat ik met rood, wit, blauw ga haken. Want deze ga ik van de week maken, deze tutorial. Dus dan kan ik er mooi op terugkomen. Bedankt voor het kijken. Heel veel succes met maken. Ik hoop dat het lukt. Ik zou een reactie hierop, als je het gemaakt hebt en je wil het graag laten zien, een foto. Mijn Facebookgroep is Haakwerkje. Kan je dat niet vinden? Kijk dan even op mijn website www.haakwerkje.nl. Daar zal ik een link maken naar het Facebook, mijn Facebookgroep Haakwerkje, zodat je me kan vinden. Ik zou het leuk vinden om te zien wat je ervan gemaakt hebt. En of het succes had op de Koningsdag. Bedankt voor het kijken. Heel veel succes. En graag tot de volgende tutorial. Dag!